Niks in Jogo weer niet. Die vervlakserstof op die planeet gemeen, Wikors. Mis hoe dunkelijke iets te aan doen. Wat de duif? Ik zie niks, Bugs. Maar volgens ons instrumenten zijn het een minuut van ons al weg. Vervlaks. Nou zijn recht op ons staart. Kan niet meer dan een kilometer van ons weg wees niet. Krokos. Hou hulle goed op, Adam. Ons moet hulle nie onderskat nie. Wat soek hulle hier? Weet hulle nie dat ze wapenstilstand is om krokon in die aarde nie? Ja, hulle sal niks waag nie. Hulle wil kyk hoe sterk ons senuwees is. Myne is nie van die beste nie. Net ook hy daai ou die verkeerde idee in sy kop. Blaas ons in ons pekie. Nie zolang ons hulle transcarnatie as gijslaar op die aarde aanhou nie. As nie daarvoor was nie, daar die oorlog nog voortgegaan. Snaks. Asteroïde is zo'n 800 kilometer van ons af. Ons is mos lankal uit die asteroïde band uit. Daai ding is bepaald van koers af. Nou ja, en aardige dinge gebeur hierbo. Ons is daar. Verander koers. Gee hulle kans om pad te gee. Daar gaan hulle. Zo ja, nou kan ons ontspannen. Jy kan sê wat jy wil. Ek vertrouw die krok ons glad nie. Ach, ontspan toch, Adam. Ons is binnenkort terug op die aarde. Bugs, jy het hom destijds gevangen geneem. Is Karnat hier erg hulle kroonprins? Nie dat die kroonprins een troonopvolger nie, Adam. Hy is ook die ou met die meeste invloed op Krokon. Zolang ons omheid is, ons veilig. Ons kan nou nader beweeg. Stel asteroïde in kennis en maak gereed. 09 verzoek landingsinstructies. Boodskap op Mark 09. Landingsprocedure nou veilig. Deure maak nou op.
Meneer Gorman, die bezoeker van Krokon is gereed om u te spreken. Zit gerust, mijn lieve vriend. Het is voor mij een bijzondere eer om u te woord te staan. Ik denk ons is nou gereed om bezigheid te praten. Kan u mij verstaan? Is die vertaler aangeschakeld? Ik verstaan, aardmens. Praat. Mijn voorstel, meneer, is die volgende. Ons kan mekaar helpen. Ik zal toezien dat jullie prins Karnati terugkrijgt. Een ruil voor twee dingen. Eerstens, een half ton zero kroniet, waarvan jullie baie op Proxima het. Tweedens, die leven van Buck Stellerij. Hij moet vernietigd worden. Mag ik vragen, hoe gaan u dit doen? En wat er waarborg het ons dat u zal slagen? Waarborg, meneer? Ik is jullie waarborg. Gorman, die machtigste handelaar in unieke metalen en mineralen in die ganse ruimte. Wanneer begin ons? U zal van mij horen. Intussen kan u ontspannen. Ik heb die kwartieren goed ingericht. Tot later dan. Tot ziens. Begin landingsprocedure. Maak gereed voor fase 1. Uiteindelijk. Ik het gedink ons kom nooit aan nie. Maar... is op pad, professor. Hy en luitenant Buys het sopas die aardse atmosfeer binnengedring. Ek moet met hulle praat sodra hulle hier aankom. Dis uiters dringend. Oor en uit. Alles is altyd belangrik en in aardsbelang. Kanaal 1. Daar gaan ons af weer. Alles altyd dringend. Toe ek in die ruimte mag bedank, het ek gedink alles gaan die keer maanskin en rose wees. Jy is een wereldheld, maar hoekom moet ek daar onder lei? Skakel oor na beeldarm. Het is lang al tyd. Welkom thuis, kaptein de la Reine, luitenant Buys. Dat sê Lida. Ek hoop het my vlugkaartjes terug. Ek wil morgen vertrek. Dink net, julle week op die Suidsee eilande. Sake voor plezier, kaptein. Professor Zed het ander plannen vir julle. Begin maar liever met landingsprocedure. Julle is nou op automatische beheer. Oor en uit. Professor, hulle het pas geland. Hulle moet dadelijk rapporteer. Dag, sê Lida. Hallo, Lida. Die professor wacht vir julle. Gaan asseblief onmiddellik naar die inlichtingslokaal toe. Dat is nog vir jou warm welkom, Adam. Kom ons gaan hoor waarover al die drama. Dag, kerels. Hallo, professor. Ek is jammer om julle nou weer in die werk te moet steek, maar die bevel kom van bo. Van bo? Opperbevel, hulle rei. Opperbevel. Soos jy weet, is jy nog onder contract by die ruimte mag. Maar ek in die ruimte tyg het rus nodig, professor. Moenie vir my sê, dis weer oorlog nie. Een Krokon-tuig het ons juist gevolg net toe ons by Mars voorbij beweeg. Nee, dis nie oorlog nie. Hierdie keer is het een welwillendheidsvlug van die uiterste belang vir die ganse aarde en sy mense. Dr. Gorman het iets reggekry wat ons al baie lang op hoop. Hy is bezig om met die Krokons te onderhandel om een besending zero kroniet van die planeet Proxima af te bekom. Die Dr. Gorman. Wie denk hy is hy? Elke keer as daar van hom een opdracht afkom, dan spring al wat leven beef. Jammer, Buks. Maar Gorman geniet op die oomblik prioriteit. Ons mag nie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Maar Impala 2 het versiening nodig, professor. Dit kan tot 2 weke duur om die ruimtetuig weer in orde te kry. Kyk, daar staan Impala 1.
Terwijl jullie weg was, het ons die motoren wat met ons nieuwe brandstof aangedreven wordt laat inbouwen. Dit zal voor jullie sommige geleentheid wezen om je nieuwe aandrijvingsstelsel behoorlijk te leren kennen. Ja, als dat moet, wat moet ons doen? Proxima is, zoals je kan zien, een planeet wat niet veel groter is dan onze eigen aarde. Nie. En s'nachts genoeg heeft het een tamelijke zuurstofrijke atmosfeer. De Crewcons is bezig om een zero-chronie daar te ontginnen. En dit wordt gebruikt om die rompen van ruimtetuigen te versterken. Nou, die mineraal is onmisbaar voor ons eigen ruimtetuigontwikkelingsprogramma. Professor, wat precies gaan ons vraag wees? Oh, baie belangrijke onderdelen voor mijnbouwmachinerie op Proxima. Maar wat van Gorman zijn eigen ruimtevloot? Kan hij dat niet zelf afleren? Gorman heeft ons gevraagd om te helpen. En zoals je weet, dat hij baie invloed bij die wereld mag. Is daar enige verdere vraag? Jullie route is degelijk bepland en jullie behoort die problemen te ondervinden, nie? Wanneer vertrek ons? Morgen 10 dagbreek om 5:21. Vannacht is hulle die zogenaamde onderdelen inlaai, sal Priskernati in een van die verseelde houers wees. Prins Carnati, ek is hier namens die Interplanetaire Rooikruis. Hulle verlang een medische verslag oor u, en ek wil u naar die medische instituut neem vir een volledige onderzoek. Interplanetaire Rooikruis. Nog, ons Crewcons is niet deel van die stelsel nie. Geslagen, meneer Gorman. Ons het Prins Carnati vrygekry deur voor te gee dat ek 'n agent van die Rooikruis was. Briljant, briljant. Nou moet ons net Carnati aan boord kry. Maar, jy sal nou gauw moet maak as die voordelerij by Proxima wil uitkom. Ons vertrek dadelijk. Dankie. Dit was 'n plezier om met die sake te doen. Goeiemorgen, meneer. Ik wil jullie net baie succes toewijzen met ons nieuwe brandstof. Ik snel als jullie persoonlijk behartig. En ik wil ook die beste wensen van op het bevel aan jullie oordragen. Onze is trots op jullie. Hoor nooit. Hoe voel je, Bas? Ja, ik moet zeggen, ik wil graag voelen wat die nieuwe brandstof kan doen. Ja, ik voel geëerd. Maar ik zou veel eerder op pad naar een Zuidzee eiland geweest zijn. Lila, Carnati heeft ontsnapt. Hij is weg. Onze inlichting ontvangt dat hij samen met Bux en Impala op pad is naar Proxima. Jij moet een keer voor het in hyperversnelling gaan. We gaan aftellen naar hyperversnelling. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Impala, kom in. Impala, kom in. Is te laat, professor. Hulle kan ons niet meer horen. Nie. Hoe voelt zij? Ja, soos 'n droom. Adam, programmeer die rekenaar om ons wakker te maken wanneer ons Proxima nader. Goed, Bux. Ons vlugtijd in hyperversnelling zal ongeveer 300 uur wees. Lekker sla. Ons is daar. Terug naar normale spoed.
Nou voel ik weer pure paard. Bugs, ik ga een beetje kijken of alles in die vrachtruim in orde is. En nou? Bugs, kom kijk hier. Wat is er? Gauw, ik denk ons het er. Probleem. Zo, ons ontmoet weer, kaptein de la Rey. Carnati, maar hoe de ongeluk is hier uitgekomen? Is mijn geheim. Volg instructies. Terug naar die kajuit. Terug. Blijf op koers en maak zoals ik zei. Land bij die mijn op Proxima en moet niet proberen ontsnappen. Onthoud, ik heb de wapen. Wie heeft hier dan de plan, Carnati? Jullie aardmezen wil oorlog in die wapen. Daar is aardmezen dat mij helpt ontsnappen nadat jij de Larey mij gevangen genomen hebt. Als ik nu weer op Krokon aankom, gaan jullie op aarde niet meer zo veilig wezen. Mijn mensen gaan die jullie al regeren. Toe, begin uw land. Verminder spoed. Jij mag misschien met de pistool in je hand staan, prins Carnati. Maar ik is een beheer van jullie ruimtetuig. Ik zei verminder spoed. Deze landing, de la Rey. Ik het gehoor, je is goed. Ik geloof het bijna. Dank je, uw hoogheid. Wat gebeurt nou? Uit. Klim in die grond terug. Tot bij die ruimtetuig en moet niks vaag, nee, de la Rey. Adam, als ik ze nou, dan hou je vast. Stil. Bux, ik heb zo'n gevoel, ons is in die moeilijkheid. Niet moeilijkheid, niet, luitenant. Jelle, einde. Nou. Ze moet vinnig gerei. Alles bezig om ons in te halen. Daar zullen. Schiet. Los, ik zei. Schiet. Vernuchtig, Bugs. Dat was amper of ons twee keer was Bokveld toe. Wat hier het besluit om te laten spannen. Instink, maat, instink. Hier komen we. Ik heb nog altijd gezegd hier goed met bewapen wordt. Maar jullie wil ons nooit naar mij luisteren. Nie. Hulle schiet maar vrot. Is die alle wat zo vrot schiet, nie Adam? Is ek wat zo goed bestuur?
laat die speel in, hè? Daar zal een ander plan moeten bedanken. Maak gereed om je uitschietstoelen te gebruiken. Nou! Die gaan naar ons! Edom, dit is die einde van boekstelarij. Rij tot bij die wrak in Houston. Kaptein, maar ik heb je gewaarschuwd. Niemand speelt met Prins Carnati. Ik is jammer, Lida. Maar ik denk niet ons al Bux en Aram weer levendig zien. We moest lang al terug geweest zijn. Ja, professor, jij is zeker recht. Nou begin die moeilijkheid voor jullie aardbezen. Opwindend, man, opwindend. Maar nou is het ons beurt. Krijg zo lang missielen 1 en 2 gereed. Zal ons die krog van La Plat schiet? Nee. Nee, moet nie hulle ruimtetuig vernietig nie. Schiet net die onderstel weg. Interstar. Dag zijn mensen. Landingsinstructies alsjeblieft. O, professor, hulle is terug. O, ik is zo blij. Nou zie je zien hoe blij die dag gaan wees om ons te zien. Oh, zal zien. Interstar basis naar Impala 1. Boodschap ontvang. Somtrent tijd toe, kaptein Delarey. Hier volg je de landingsinstructies.